De overheid heeft geen respect voor de grondenrechten van de inheemsen. Het voortbestaan van deze groep wordt andermaal in gevaar gebracht door de uitgave van een concessie in het Apetina-gebied. Het traditioneel gezag en stichtingen uit die gemeenschap zijn ook dit keer niet op de hoogte gesteld van de uitgifte. Gilbert Kumaya, secretaris van Stichting PIA, zegt verder aan onze redactie dat de Wayana-gemeenschap fel gekant is tegen dit besluit, omdat de concessie is uitgegeven in een jaaggebied van de inheemsen. Apprecie dat nou waar we gaan jagen, bijvoorbeeld waar we alle spullen uit de bos halen, zoals dus, als aan dat we zien like een supermarkt, dus dat mi kan taki. Wie vinden een frame wel er, tak en dus drapen, dus apprecie pewetang. Dus eigenlijk, we beheren apprecie. Dus we want tak abusie moest vernietigen. Dus ma volanti moest gewoon rekening naar dus ma sa etan na binnenland toe. Omdat, dus wanki brabusi dat fu zodat in de later, in de toekomst, de wan sa ikon abaka, dus ma wang bundi bitu. Yupta Ituwaki, voorzitter van de stichting Mulokot, zegt dat hiermee de Free Prior and Informed Consent, FPIC, is vertrapt. Ook wordt het Kalinya en Lokono-vonnis volgens haar niet nageleefd, omdat daarin is opgenomen dat de overheid geen concessies meer mag uitgeven aan derden. Recent, aan de vooravond van de Dag der Inheemsen, heeft de stichting een kaart van de Wayana woon- en leefgebieden overhandigd aan de regering, in de persoon van minister Yubitana. En dit, we praten over één concessie hier die in Apetini is uitgegeven. Maar we praten niet over al de andere concessies die zijn uitgegeven in het Wayana-gebied. Dus dat vind ik ervan, dat ze geen respect hebben en dat ze maar blijven geen rekening houden met inheemsen en denken van we kunnen doen wat we willen met ze. Ik voel me boos, ik voel me teleurgesteld, ik voel me voor de gek gehouden. Ik zie dat men gewoon denkt van ja, inheemse zeggen niks, inheemse we zullen ze maar een worstje voorhouden, weet je. Zo voel ik me ja voor de gek gehouden. En het is niet alleen minister Yubitana die daar aanwezig was. Bijna de helft van de zaal was met mensen van de overheid. Dus ja, op die manier voel ik niet alleen ik, maar de hele Wayana gemeenschap voor de gek gehouden is. En waarom wordt het constant gedaan? Waarom doet dit men constant? Het is gewoon geen respect hebben. Wat men doet is dat men ons uitnodigt om zogenaamd gesprekken te hebben met hun als overheid. Minister NH, minister dit. En we gaan en we praten. Het zijn allemaal dingen die ze doen om ons zeg maar, op de lange baan te houden. Om ons voor de gek te houden. Om maar te doen alsof ze het met ons menen. Maar in werkelijkheid gaan ze gewoon lekker door achter onze rug om deze dingen te doen. Ituwaki zegt dat de Wayana-stichtingen het uitgeven van deze concessie niet zo zal laten. De Wayana-gemeenschap zal opkomen voor hun rechten, zodat het uitgeven van concessies in hun gebieden voor eens en voor altijd stopt.